Edwin Diergaarden. En Simeel. En Edwin. Ja, Maarten en Tani. Oh, ik ben zo blij dat je het weer even zegt. Anders zeg je weer Tané of Tana. Ja, of... dat moeten we niet hebben. Nee. Het is zo'n mooie naam, maar het lukt mij maar niet om die echt iedere keer goed in mijn hoofd te hebben. Hoe je nou die klemtoon legt, weet je wel. Tani. Gaat het goed? Ja. Het gaat heel goed. Jullie zien er goed uit. Dankjewel. We hebben weer leuke mensen meegenomen. Wie hebben jullie vanavond allemaal meegenomen? We hebben Paul meegenomen. Dit is onze grootste draaislet, Monsieur Plastiek. Ja, die horen we zo meteen na 11 uur. En die gaat, jullie oren verkrachten. Ja, daar was ik al bang voor inderdaad. Ja. Maar goed, het moet maar een keer gebeuren. Het moet een keer gebeuren. Als wij dit doen, moet iemand anders het maar een keer doen. Ja. Met alle liefde. Dat dacht ik al, ja. Jullie hebben een track. Een track gemaakt. Die ook uitkomt. Ja, hij is al uit. Bijna een maand, geloof ik. Zo. Maar we hebben hem niet officieel uitgebracht. Wacht even. Hij is al uit, maar hij is niet officieel uitgebracht. Nee, niet bij een label of zo. Oh. Alles is van, het is ons eerste nummer. We willen het gewoon lekker zelf doen. En later, als we meer tracks gaan uitbrengen, dan... gaan we zelf op zoek naar Waar zouden mensen hem bijvoorbeeld kunnen beluisteren of downloaden? Of ja hoor, je kan hem op Soundcloud beluisteren. Uh-huh. Soundcloud/gmail. Uh-huh. En daar kan je hem ook gelijk downloaden. Nou, hoe makkelijk is dat? Yeah. En Maarten, hoe heet hij? Fuck Flamingo's. En waar gaat hij over? Nou, over flamingo's. We zijn helemaal naar Zuid-Amerika gereisd. En we hebben het geluid van flamingo's opgenomen. Ja. En niet zomaar het geluid, maar van parende flamingo's. En daar hebben we zo'n filter overheen gezet dat je het niet meer herkent. Maar het zit er wel in. Ze zijn het wel. Ze zijn het echt. Het zijn wel echt parende flamingo's. Het zijn echt parende flamingo's. En de passie spat er natuurlijk ook vanaf. Dat kan ik me voorstellen. Ja. En welk jaargetijde zou je dat best kunnen doen? Om ook die parende flamingo's te zien en zo? Nou, dat was, we waren daar. En het was vrij rustig, want we liepen daar rond. En we zeiden tegen elkaar van, nou, dit is best wel een anticlimax. Mm-hmm. Maar we kwamen er twee tegen. En die deed het echt prima, hè? Ja. Meer heb je ook niet nodig. Die raakte echt die gevoelige snaar die we nodig hadden. En dan hebben jullie wat beuken in de beats onder gezet en dan... En dat was echt een fantastisch resultaat. En die gaan we zo meteen ook horen, mag ik aannemen? Ja, we gaan hem draaien. We gaan er niet mee beginnen, maar we gaan hem inderdaad echt draaien. Moet je wel even een teken geven, want... Doen we. Of is het wel herkenbaar, zeg maar? als zijnde... Nee, het is niet van... Ja, hoor, maar het is... laten we zeggen dat jij een teken gaat geven. Ik vind dat wel wat. Oké. Hebben jullie nog plannen voor het eind van het jaar? Zijn er al dingen bekend? We dachten aan trouwen, maar dat hebben we toch van afgezien, hè? Een baby misschien? Een baby. Een baby dan wel. Adopteren, ja. Hè? Want, we zijn bezig met een adoptieformulieren en het lukt niet zo goed. Nee, maar we zijn er niet even over uit, hè? Nee. Is er voorkeur voor een jongen of een meisje? Ja, een gmail. Ja, dat dacht ik al. Ja. Allebei. Dat scheelt. Nee, dat is het voordeel bij jullie inderdaad, ja. Nou, top. Leuk, ja. Nou, is te gek dat jullie hier vanavond zijn. Vertel nog iets wat je... Want ik laat het altijd een beetje aan jullie over... hoe jullie deze minuten vullen wat dat betreft. Ik kan wel hele intelligente vragen gaan stellen... maar jullie zijn zelf zo creatief. Nee, we zijn echt een beetje back-off. Want we hebben echt fantastische weken gehad. We hebben vorige week gedraaid op dat Halloweenfeest in het Westerpark. Dat was echt te gek. Dat was echt heel leuk. En het week daarvoor ook weer een Halloweenfeest. Dus we hebben alleen maar in de verkleedkeer in de smink gezeten... de afgelopen weken. En... het gaat echt lekker. We zijn echt heel blij mee. We hebben nog een residency gekregen in Club Nix. Okay. De nieuwste tent in Amsterdam, in de regulier. Volgende week weer, hè? Volgende week, 10 november, draaien we daar weer. Is dat maandelijks? Dat is maandelijks inderdaad. Okay, ja. Dat is met echt onwijs goede DJ-ploeg. Met Cat Carpenters, Wanna Be A Star, Echi Jan Weber... Enzovoort. Dat is wel de crème de la crème inderdaad van Amsterdam. Heel gezellig. Nou, leuk. Dus het gaat gewoon erg goed met Gmail. Dat is eigenlijk wat zeker. Inderdaad. Hou vol. Ga door zo. Dank je wel. Ik ben trots op jullie. Ja, dat is nee, ik voel toch... ik vind het leuk. Edwin gaat door. Een soort vaste waarde in dit programma ook, weet je wel. Ik vind het leuk dat het dan goed met jullie gaat. Zullen we gewoon nog even lekker luisteren naar het vervolg van jullie set? Dan hebben jullie nog eventjes, anders dan is de tijd alweer voorbij. Ja, dat zou zonde zijn. Dat zou zonde zijn. Heb je iets klaarstaan? Absoluut. Mag ik het nog één keer horen dan? Voor? Tani. En Maarten. Tracks. Yes, DJ. Edwin Diergaarden in Ministry of Beats. Iedere vrijdagavond tussen 9 en 12. Hier op Decibel.